Hallo vriendjes en vriendinnetjes, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe preview van Gamerset.nl. Want wij behandelen de nieuwste games, gear, gadget, shit. Dit is Tom. Dit is Peter. En Tom mocht alvast even aan de slag met de nieuwe Nintendo 2DS XL. Ja, wat een heerlijke naam. Ja, wat hebben we inmiddels al gehad in de historie van DS'en? Van DSi tot DS Lite. Ja, Nintendo DS, toen was dat de Fat, toen kwam de Lite, toen kwam de DSi inderdaad. Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, nieuw Nintendo 3DS, nieuw Nintendo 3DS XL, nieuw Nintendo 2DS XL. Zo, nice. Daar zijn we weer. We zijn weer up-to-date. Dus daar zijn wij nu beland. Ja. Heel veel mensen die een 3DS hebben spelen niet met 3D. Dus die zijn al heel snel, konden die overstappen op een 2DS. Jij hebt die 2DS. Ja. Die oude... Nu de 2DS Fatty, dus. Ja, ja. Een onconventioneel apparaat. Ja, want de 2DS was eigenlijk best wel innovatief in het feit van... Hey, dat 3D, dat halen we nu weg. Wat super innovatief. Ja, wat sommige mensen ook heel fijn vonden. Maar natuurlijk, de oude 2DS was best wel een log ding, want die kon niet ingeklapt worden. Waardoor het een heel onbehandelbaar, past nooit in je broekzak handheld ding werd. Ja. En nu komen ze met een nieuwe Nintendo 2DS en die kan gewoon inklappen. Maar ja, is het niet gewoon een nieuw 3DS XL zonder 3D? Daar komt het eigenlijk wel op neer, inderdaad. Je hoort het als eerst, hier op gamersnet.nl. Kijk, volgende week weer. Nee. In kort door de bocht is het eigenlijk wel... Hij loopt in zijn eigen zin heel erg parallel aan de nieuwe Nintendo 3DS, maar dan inderdaad zonder de 3D. Maar ze doen wel een aantal kleine dingetjes anders, natuurlijk. Ja, want we hebben allereerst het... Uiterlijk. Ik ga voor wit-oranje. Ja, wit-oranje of zwart-cyaan zijn de mogelijkheden. Ik vind die wit echt super. Die wit-oranje is heel erg fris, een beetje kleurrijk. En die zwart-cyaan is speels, doch stoer. Ja, nou vind ik oprecht wel. Je zult waarschijnlijk zien dat alle kiddo's, alle jonge kiddo's die 12 zijn en 2DS willen kopen. Dan is het zo van, de zwarte, want die is zwart en dat is stoer. Ja. Maar inderdaad, die wit-oranje is inderdaad, ik vind hem ook wel lekker frisser uit. Ik zag dat er ook een reliefje op zat. Ja, aan de bovenkant zit echt een soort van textuurtje. En het is niet alleen maar een kleurtje van dat er lijntjes op zitten. Maar het is echt een, ja, ik weet niet, heeft hij iets meer grip als je hem uit je broekzak haalt of zo. Ja, en verder heeft hij alle functies van de 3DS, oftewel hij kan openklappen. En Dan heb je gewoon ook dat nieuwe pookje natuurlijk. Ja, de extra C-stick, die op zich wel handig is aan de rechterkant voor games waarbij er meer camerabesturing mogelijk is. Dus dat zijn een beetje je 3D-platformers en zo, dan is het wel fijn om die te hebben. Plus de ZL en ZR-knoppen komen ook terug, dus hij heeft ook weer extra schoudertoetsen. En hij loopt bijvoorbeeld ook parallel aan de 3DS doordat er nu wel een NFC-chip in zit. Dus je kunt je Amiibo gewoon weer op het onderste scherm plaatsen en dan zitten die Amiibo ook in de game. Dat is inmiddels best wel belangrijk geworden, want heel veel Amiibo's worden gewoon gebruikt. Ja, nee, inderdaad. Er komen ook weer nieuwe games aan, bijvoorbeeld Miitopia is ook weer zo van, oh, heb jij een Amiibo? Vraagt dan iemand aan je. Dan klip je hem erop en dan zo, hey, hoppakee, daar ben je. En hij is een stuk lichter. Ja, hij is 260 gram, wat ik op zich best wel, dat is echt een licht gewicht. Niet te licht ook, maar, want hij is nog steeds gewoon stevig. Maar het is wel apart dat hij is groter, hij heeft een sterkere processor, hij heeft grotere schermen, maar hij is lichter geworden ten opzichte van alle andere 3DS-modellen. Dus dat is op zich best wel netjes. Dat is die derde dimensie die eruit schaalt. Ja, ik denk het wel. Dat is dat fucking het is. Zwaar. Nou ja, het ding is ook wel weer dat doordat ze dat 3D eruit strippen, heb je bijvoorbeeld ook niet dat extra cameraatje bovenop. Want de nieuwe Nintendo 3DS had toen zo'n cameraatje waarmee die dan extra stabiel je gezicht ging berekenen. Ja, die kan er dan af. Maar goed, ja, weet je, het is wel... Ik weet nog steeds niet hoeveel die gaat kopen, dat weet Nintendo, of hoeveel die gaat kosten. Dat weet Nintendo ook nog niet. Nee. Het is een beetje raar eigenlijk wel, want ik ben wel benieuwd of dit nou ook wel het goedkopere broertje wordt van de nieuwe Nintendo 3DS. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik denk het wel eigenlijk, toch? Ja, ja, het spreekt wel een beetje voor zich. Ja. Oh, en natuurlijk wat je niet hebt, wat de Nintendo 3DS, nieuw Nintendo 3DS wel had, waren die coverplates. Weet je, andere... Die vond ik persoonlijk heel vet. Eigenlijk wel jammer dat ze die eruit hebben gehaald, maar dit is gewoon wel... Wat Nintendo zelf zegt, de nieuwe Nintendo 3DS is het premium model en dit is zeg maar het lichtgewicht broertje. Ja. Nou, maar de schermen gewoon... zijn net zo groot? Of iets groot? Dus de schermen zijn net zo groot als de nieuwe Nintendo 3DS XL inderdaad. Dat is 82% groter dan de oude 2DS. Ja. Oké. Okay. Duidelijk verhaal, Tom. Dankjewel voor deze update. Binnenkort hopen we ook de review te gaan maken van de nieuwe 2DS XL. Laat ook even in de comments horen of je dit een toffe handheld vindt. Of je hem gaat halen of niet. Of wat je ervan vindt. Laat het weten in de reactie. Geef een hartje, geef een like. 28 juli. Dan komt hij uit. Dan komt hij uit. Dag voor mijn verjaardag. Nee, slim. Oh, ja. En de oplader zit erbij. Echt? Ja, de oplader zit erbij. Wow. Dat even als laatste ding. Nu kunnen we eruit. Doei, laat ons weten wat je ervan vond. Dit was Peter, ik ben Tom, de ballen. Wauw, de oplader zit erbij. I know, ik zat ook... Mind is blown. Nintendo breekt met zijn eigen visie. Ik durfde het Chinees te vragen, weet je dat? Oh, en een 4 gig micro SD. Wow. Mind is blown. Ik laat je hier even uitpuffen. Is goed.
zoals jij toen je hoorde dat er een oplader bij zat.